Indien de Comptabiliteitswet 2018 na de commissievergaderingen in DNA in het openbaar wordt behandeld en aangenomen, betekent dit dat er betere begrotingen moeten worden opgesteld door de verschillende ministeries. De Comptabiliteitswet staat ook bekend als de Wet Toezicht op Staatsfinanciën. Directe resultaten van deze wet zijn dat overheidsmiddelen doelmatig zullen worden beheerd, de controle op besteding van middelen verhoogd wordt en er sancties zullen volgen bij het niet naleven van de wettelijke bepalingen. Dat stelden de verschillende leden van de commissie van rapporteurs afgelopen donderdag in DNA. Aziz Gayadin en Jennifer Vreedzaam gaven hun inzichten tijdens het debat. En wanneer we kijken naar artikel 46... En dan staat het aantrekken van financiële middelen door de rechtspersonen, als bedoeld in artikel 45, met als doel hiermee via het uitzetten ervan additionele financiële middelen te verwerven, is verboden. Hier wordt dus genoemd rechtspersonen. Onze spaar- en stabilisatiefonds, voorzitter, dat opgezet zal worden. Zal additionele middelen moeten verwerven, voorzitter, om in leven te blijven. Sluiten we dan dat niet uit met artikel 46? Dus ik vraag de regering duidelijkheid daaromtrent, voorzitter. En mijn vraag is, wat zijn de lessen learned van de huidige contabiliteitswet om de verschillen in de processen en proceduren te vermijden? Verder zien we in de begroting dat er veel projectmatig en programmatisch wordt gewerkt. Het komt voor dat projecten langer dan 3 jaar op een begroting voorkomen. Deze projecten en programma's komen meestal tot stand met externe leningen. De hoeveelheid werk binnen projecten en programma's worden onderschat ook. We zien, voorzitter, het probleem met de bouw van het Academisch Medisch Centrum. Het is een project gefinancierd door het ISDB. Commitment in planning om de uitvoering in goede banen te leiden, missen wij. En de sancties ook. De aanname van de wet heeft ook het gevolg dat de minister van Financiën extra bevoegdheden krijgt. NDP-parlementariër Roselli Cotino, tevens lid van de commissie van rapporteurs, vroeg zich af wie de minister gaat controleren. Artikel 37 en verder zijn bevoegdheden van de minister van Financiën in zaken het toezicht geregeld. Er zijn heel wat bevoegdheden aan de minister van Financiën toebedeeld, waar ik op zich geen moeite mee heb, voorzitter, maar bij mij rijst de vraag: wie houdt toezicht op de minister van Financiën? Ik hoop dat de minister ook in staat is om aan te geven wie toezicht houdt op de minister van Financiën. En deze vraag, voorzitter, stel ik ook naar aanleiding van de begrotingen die wij door de jaren heen onder ogen hebben gehad. Als we kijken naar bepaalde posten, dan vraag ik me aan wie schrapt dan wel bedragen op de begroting van Financiën. En wie tekent bezwaar aan als de begroting van Financiën, als de bedragen eigenlijk het budget overschrijden? NDP-parlementariër Roselli Cotino afgelopen donderdag in DNA tijdens de openbare commissievergadering over de Comptabiliteitswet.